Mijn naam is Leonie ter Braak en ik ben presentator en ik werk voor SBS6 en Net5. Ik presenteer daar onder andere het programma Niets liever dan een kind. Maar u kunt me ook kennen van Goedemorgen Nederland, want dat heb ik 5 jaar mogen presenteren op NPO 1. Ik ben open, ik ben een groepsdier, dus ik houd ervan dat iedereen, ik wil dat iedereen zich goed voelt. Maar tegelijkertijd ben ik ook mensen een klein beetje tegen elkaar aan het uitspelen. Dus de sfeer in de groep vind ik mega belangrijk. Ondanks dat ik wil dat iedereen vertrekt, wil ik wel dat we allemaal met een grote glimlach in de bus zitten of dat we met z'n allen heel fijn en gezellig een opdracht beginnen. Ik heb de neiging om mezelf te onderschatten. Daar zit ik een beetje tegenop. Dus ik raak een soort in de stressmodus als er een opdracht is die ik niet 1, 2, 3 begrijp. Terwijl ik moet leren om rustig te blijven en dat ik het heus best wel begrijp. Ik ben niet bang voor hoogtes. Ik heb heel erg zin in de doe-opdrachten. Dus het liefst spring ik van een brug en abseil ik van een berg om een envelop te pakken. Maar technische opdrachten, daarvan raak ik een beetje in stress. Mijn strategie is om zoveel mogelijk kennis te vergaren. En dat doe je natuurlijk bij de mensen die het meest open zijn en een beetje naïef. Zodat ik van die kennis gebruik kan maken om door te gaan naar de volgende ronde. En ik kan gewoon goed liegen. Mensen geloven mij. Ik wil natuurlijk wel dat mensen eruit vliegen en dat ik erin blijf. Want je kan natuurlijk niet met z'n tienen in de finale staan. Dus ik ga altijd voor mezelf en nooit voor de groep.